Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik heb over het laatst mijn DIY planner printable geüpload. En ik heb daar heel wat leuke reacties op gehad en super bedankt daarvoor alvast. Maar er waren ook verschillende en ik heb ook via mijn Facebook en Instagram verschillende vragen gekregen van ja, hoe print je nu een A5 planner? Want er waren precies verschillende dat dat wel wilden proberen, maar niet goed wisten hoe dat ze er moesten aan beginnen. Wel, het is super makkelijk en daarom dacht ik ga gewoon een korte extra video doen waarin dat ik jullie dat uitleg, zodat je er zelf aan kan beginnen. Want het is echt super makkelijk, maar je moet het gewoon weten, denk ik, hoe dat je het moet doen. Dus ik ga vandaag aan jullie uitleggen en een beetje laten zien hoe dat je je eigen printable op A5 formaat of ander formaat kan printen. Dus zoals jullie al weten heb ik mijn eigen planner gemaakt. En van binnen ziet hij er dus zo uit. Bam, bam, bam. Voilà. En veel van jullie vroegen dus van ja, hoe print je dat nu juist? Wel, allereerst ga je moeten uitmaken wat voor formaat dat je wilt. Wil je een A4 formaat, wat dan vrij groot lijkt, of A5 of A6. Ik zelf heb A5 formaat. En eens dat je dat beslist, moet je eigenlijk voordat je gaat printen, het juiste formaat in je printer leggen. Dus ik heb van die Blanco inserts gekocht die al met zes gaatjes kwamen, die op A5 formaat zijn. Maar als je nu zegt van ja, ik wil eigenlijk geen inserts kopen, ik wil het wat meer budget houden, dan kan je ook het gewoon met je printerpapier doen. Of kan je zeggen van ja, ik koop iets dikker printerpapier, dat kan allemaal. Dan hoef je je papier gewoon maar in twee te knippen. Dan ga je van een A4 naar twee A5'en. Zo voorkom je ook dat je niet te veel papier verspilt, door bijvoorbeeld een A5 op een A4 papier te printen, want dan moet je beginnen knippen en dat is keiveel gedoe. Dus allereerst moet je zorgen dat je papier het juiste formaat is dat je wilt. Stel nu dat je zegt, ja, ik wil een A6 formaat, maar ik weet niet hoe groot dat is. Er zijn altijd op Google van die schablonen voor zo'n formaat, dan kan je dat even goed afprinten op een A4. Papier en dan het uittekenen en het bijknippen, dat kan allemaal. Maar dus, je moet het juiste formaat in je printer leggen. Want, ik zal hier ergens een foto zetten bij mijn printer. Je hebt zo twee van die vakjes precies, dat je zo dichter kunt schuiven, zodat je papier goed vast zit. Dat is ook zeer belangrijk, dat je je A5 papier er dan insteekt en dat dan aanpast, zodat je papier niet gaat verschuiven tijdens het printen en dat het scheef gaat komen en zo. Dus dat is ook super belangrijk. En dan voor het printen zelf. Allereerst als je een printable gaat openen, zoals bijvoorbeeld de mijne, die was er in drie verschillende maten, denk ik. A4, A5 en A6. Dus je moet altijd zien dat je het juiste formaat aanklikt, zodat je niet A6 aanklikt voor te downloaden als je een A5 printable planner wilt maken. Maar ik denk dat dat logisch is. Dus dan klik je op gewoon A5 formaat. Je downloadt die. Dan één tip van mij is om niet direct recto verso te printen. Ik heb dat in het begin gedaan. Maar ik vond dat dat niet zo handig werkte. Omdat ik wat meer zicht wil hebben op, ja, ik wil eerst maandoverzicht, dan weekoverzichten. Dus voor mij werkte dat niet zo super goed. Dus ik zou aanraden om eerst van verschillende papieren de voorkant te printen, die dan allemaal er laten uitkomen en dan je papier omdraaien, ze allemaal, en hier terug inzetten en dan de andere kant. Dus bijvoorbeeld eerst bladzijde 1 10 keer te printen en dan bladzijde 2 ook 10 keer te printen. Dat pakt niet veel meer extra tijd in beslag, maar daardoor gaat je minder fouten maken en heb je echt een beter overzicht wat er uiteindelijk gaat komen. Want sommige weken zijn bijvoorbeeld 4 in plaats van 5 of 5 in plaats van 4. En als je zelf kan kiezen hoeveel keer je één pagina print, trust me, je gaat je eigen plezier doen, want dat is veel minder miserie en moeilijkheden. En als je wilt gaan printen, bij mijn printer staat dat bij het afdrukken als, maar je gaat dat zelf moeten zien op je eigen computer, want dat verschilt allemaal denk ik een beetje. En daar kan je dus het formaat waar het op gaat printen kiezen.
Ik kies dan altijd A5 formaat zonder rand. Waarom zonder rand? Omdat ik vond dat die mijn A5 papier dan beter vulde. Ik zou zeggen, als jij ook zonder of met rand kan kiezen, zet er eerst gewoon een printerpapier in 2x A5 formaat, zodat je kan zien wat je het mooiste vindt voordat je op je goed papier begint te printen. En als je die keuze niet hebt, dan kies je gewoon voor A5. Daar is helemaal niks mis mee. Waarschijnlijk gaat je printer dan wel direct juist printen. En als je dat hebt gedaan, moet je ofwel nog je gaatjes maken, ofwel zijn die al gemaakt, zoals bij mij. En dan is het eigenlijk sorteren en het in de juiste soort maanden zetten. En dan ben je eigenlijk klaar met je planner. Dus het is eigenlijk echt niet moeilijk. Maar de belangrijkste tips zijn gewoon, zet alvast je juiste formaat van papier in je printer. Verschuif die twee klepjes, dingetjes, om je papier goed in plaats, zijn plaats te houden in je printer. En print één pagina voorkant per keer. Dus eerst 10 keer pagina 1 en dan 10 keer pagina 2 om misverstanden te voorkomen. En natuurlijk op je computer zelf het formaat van A5, zonder of met rand, wat jij liever hebt, selecteren om te zorgen dat het je blad mooi vult en dat het niet schuin gaat zijn of een halve boord gaat tonen, terwijl je dat helemaal niet wilt. En ja, ik denk dat dat het voornaamste is wat ik graag zou willen zeggen in verband met een A5 planner die je zelf wilt printen. Als er nog vragen zouden zijn, je mag ze gerust in de comments stellen. Jullie weten, ik probeer altijd zo goed mogelijk op jullie vragen te antwoorden. Ik hoop dat deze video jullie wat geholpen heeft. En dan zie ik jullie graag in mijn volgende video terug. Doei!